Jij bent dus eigenlijk Karin Blankenstein. Ja, eigenlijk wel. He? Karin Blankenstein, maar je bent gehuwd met Nederpelt. Ja. Is dit nou echt het mooiste? Nou ja, het mooiste. Is het nou een van de mooie dingen dat je op deze manier de inzet van je broer voortgezet ziet? Zo zou ik dat zelf een beetje zien. Ziet dat goed? Ja, vind ik wel. Het is, ik weet dat John niet lang voor zijn overlijden zei van, nou, als ik dadelijk niets meer te doen heb, ben klaar bij de KNVB, dan was hij gestopt per 1 juli in dat jaar, dan ga ik me hier helemaal voor inzetten. En anderhalve maand later overleed hij. En toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk wel heel erg zonde. En toen ben ik toenertijd benaderd door het COC. En die kwamen met het idee om een foundation op te richten. En dat hebben we toen gedaan. Alleen in naam, niet op papier of zo. En toen ben ik op een gegeven moment in aangekomen met Huub Tahaar, de schrijver van het boek Gelijkspel. En toen is het gaan rollen. En wij brachten elkaar zoveel enthousiasme. En we zijn op zoek gegaan naar die sporters. En op een gegeven moment heb ik gezegd van, nou oké, ik ga nu zelf door. Wat is jouw drive? Nou, ik wil gewoon dat die homofobie uit die sport weggaat. Want ik vind het zo'n onzin. Het gaat om wie je bent als mens. En voor de rest doet het er niet toe. Het gaat om je binnenste, om je hart. En of je een goed mens bent. En voor de rest maakt het nou uit of je homoseksueel bent, of je bruin bent, of je moslim bent. Dat maakt allemaal niet uit. Zeker bij de sport gaat het om de prestatie. Nou, wat maakt het dan uit wie je bent? Het gaat er toch om of jij lekker kan voetballen, of leuk kan voetballen, of leuk kan hockeyen. Dat is het allerbelangrijkste. En ik zeg altijd, dat is in mijn optiek, de homoseksuelen maken er geen probleem van. Maar het probleem ligt in de heteroseksuele wereld. Dus wij als heteroseksuelen, wij moeten zorgen dat het probleem wordt opgelost. Zeg, jouw broer was natuurlijk een bekende scheidsrechter. Heb jij nadien, ook vanwege het initiatief wat aan zijn naam kleeft, heb je nog reacties ook zelf gekregen, zeg maar, uit de kringen van de arbitrage, heet dat dan geloof ik deur, hè, de scheidsrechters? Heb je daar wel eens iets van gehoord? Nee, nooit. Nooit. Kan ik heel kort op zijn, nooit. Nee. Heel jammer. En vanuit de voetbalwereld dan, om het ietsje even de volgende cirkel te trekken? Nee, ook niet. Ook niet. Maar aan de ene kant kan ik me ook wel voorstellen, toen ik begon natuurlijk met de foundation, was het allemaal nog heel klein. Inmiddels, mede door alle media-aandacht van het boek, ook door minister Plasterk, ben ik natuurlijk in de homo-emancipatienota terechtgekomen. Dus werken we nu nauw samen met Homosport Nederland, Movisie, NOC-NSF. Nou, daar zitten we bijna maandelijks wel om tafel met elkaar. En nu beginnen de plannen te groeien. Dus nu begint ook je naamsbekendheid als foundation groter te worden. Nu zie je wel van, ja, hey, de organisaties, zoals een KNVB, noem maar op, zien ook wel in van, ja, hier moet wat aan gebeuren. Ja. Dus ik heb begrepen dat de KNVB eerder al een keer heeft gezegd dat ze het in ieder geval op de agenda wilden zetten. Maar dat is alweer een tijd, ja, wel op de agenda wilden zetten, maar dat is alweer een jaar geleden. Ja, maar de KNVB is natuurlijk een hele grote organisatie. En je moet dat soort dingen moet je niet verwachten dat binnen een dag gebeurt. Dit probleem is al heel lang. Het feit dat ze zeggen van, we willen het op de agenda zetten, en daar zijn ze ook echt mee bezig, dat zegt al heel wat. We hebben ook de Stichting Meer dan Voetbal. En daar werken we nou mee samen. En die zien nu ook in van, ja, hey, dit is iets, daar wordt gewoon om gevraagd om daar aandacht aan te gaan besteden. En dat gaat ook gebeuren. Daar zijn we ook hard mee bezig.